Het gekozen kunstontwerp dat het Nationaal Slavernijmonument zal worden, moet ook uitgroeien tot een museum. Het ontwerp Op zoek naar vrijheid, de drang naar vrijheid en rechtvaardigheid, is afgelopen dinsdag gekroond tot de winnaar van de competitie. Ontwerp Nationaal Slavernijmonument. Aan dit ontwerp hebben kunstenaars George Struikelblok, Marianne Hiralal, Johnny Belfort en het echtpaar Hans en Truus van Koevoerden gewerkt. Kunstenaar Hiralal vertelt dat middels hun ontwerp zij het slavernijverleden willen weergeven op een moderne, abstracte manier en tegelijkertijd ook realistisch. Struikelblok zegt dat dit ontwerp niet alleen een monument moet zijn, maar ook een educatieve ruimte moet hebben. We willen ook dat er een museum komt. Dus de sokkel wordt dan eigenlijk een beetje uitgehold, waarbij je daar naar binnen kan lopen. En daarboven op het dak staat eigenlijk het kunstwerk, dat abstract kunstwerk. En we hebben een doorsnede ervan gemaakt, zodat mensen dat kunnen zien. Dat er komen drie grote deuren tegen de wanden, dat je dan naar binnen kan lopen en daar een expositie hebt over de slavernij. En het kan elke keer veranderen. Het kan over expositie over beeldende kunst gaan. Er kan toneel, drama, alles kan erin gebeuren. Dus, maar dat je wel een plekje hebt, dat je daar met de jeugd, met de jongeren er naartoe kan gaan en dat alles kan beleven. Dus dat vonden we een van de belangrijkste aspecten die we graag willen meenemen. Omdat het niet alleen een monument is dat je ernaar kan kijken, maar dat je het ook helemaal kan beleven. Weet je, met wat er allemaal is gebeurd. Buiten, zoals binnen en zoals daarboven. Struikelblok zegt dat het museum heel groot zal zijn. En als er mogelijkheid bestaat, willen ze ook 1,5 meter in de grond een verdieping bouwen om zoveel mogelijk de belevenis in de slavernijperiode na te bootsen. Hiralal zegt dat we als samenleving nooit mogen vergeten wat het slavernijverleden teweeg heeft gebracht. En als je er steeds aan herinnerd wordt hoe erg het was, dan moeten we beseffen dat dit nooit meer mag gebeuren. Vandaar dat wij het zowel visueel als met geluid de mensen de bewustwording willen maken van jongens, let op, dit is wat we niet meer willen, we moeten vooruit. Het is nu, we kunnen het niet meer uitvegen, het is gebeurd, maar we moeten eruit leren. Ja. En wat ook heel belangrijk is, denk ik, het is niet alleen voor de slavernijperiode, maar ook de contractperiode. Weet je, want ik ben Hindoestaan, Marianne ook, en we voelen het, je voelt wat er in die periode is gebeurd. En als ik terugkijk naar mijn voorouders en de mensen die ook zijn meegenomen uit andere landen, dan denk je van, ze zullen dit ook hebben ervaren. En het is niet alleen maar voor de Afro's, maar voor de hele Surinaamse bevolking. En daar hebben wij eigenlijk ook gefocust op. Ook omdat wij zijn allemaal Surinamers. Het maakt niet uit welke ras je bent, toch? De leed die de mensen hebben is aangedaan. Dat mag gewoon niet. En dat maakt niet uit welke bevolkingsgroep je bent. Het Nationaal Comité Slavernijverleden zal samen met de regering bepalen waar dit slavernijmonument komt te staan. De kunstenaars hopen op een met zorg uitgekozen plek, zodat het museum ook zal doen aan werkverschaffing. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 januari zal in G-Art Blok aan de Verlengde Keizerstraat de tentoonstelling Ontwerpen Nationaal Monument Herdenking Slavernijverleden te bezichtigen zijn vanaf 5 uur in de middag.